Wie daar? Ik ben het, John. John? Hey. Kom binnen, kerel. Kom binnen. Jacob, hoe gaat het? Oh, best hoor. En kom zitten. Zo. En hou een gezelschap bij de maaltijd. Hè? Dat wil ik wel doen. Zo. Bedien je. Ja. Zo. En wat is er voor nieuws, John? Sinds hertog Alfons dood, broeit er iets, Jacob. Hoezo? Wilfrid zijn zoontje volgt hem op. Dat weet je toch, hè? Maar omdat hij pas 12 jaar is, heeft de Raad van Edelen besloten een voogd te benoemen die voor hem zal zorgen totdat hij 16 is. Nou, dat is normaal, hè? Jazeker. Maar weet je wie die voogd is? Nee, hoe zou ik dat weten? Graaf Diederik. Wat? Die gemene, onbetrouwbare schavuit? Juist. Dezelfde. Een gluiperige aasgier. Nou, nou. Dat is slecht nieuws, John. En hij maakt plannen om zich van het hertogdom meester te maken. Wat, dat durft hij nooit? Daar zou ik maar niet al te zeker van zijn. Hoe weet jij dat alles? Ik heb mijn spionnen op het kasteel. En wat ga je nu doen? Morgen ga ik naar het kasteel en snuffel daar eens wat rond. Pap? Ja, was dat voor een snoeshaan? Ken je die? Zeker een vreemde? Nou, ik vind als je de gouden oost de beste wildpastei maken. Ga maar heen. Ga mee je pint vatten. Waar moet je heen? Ik moet naar de keuken. U heeft me laten roepen. Ja. Hoe is het met onze plannen? Alles is gereed. Over een uur is Wilfrid met zijn zusje in een kerker opgesloten. En morgen breng ik ze naar de haven. Daar zal de kapitein ze meenemen aan boord van zijn schip en ze in Afrika als slaven verkopen. Uitstekend. Weet niemand anders hiervan? Niemand. Wilfrid en Sandra zullen verdwijnen en niet zal hij nog in de weg staan om de hertogstroon te bestijgen. Goed. Ga je gang. Maar denk erom, voorzichtig. Hier, daar. En zo ging een machtig rijk ten onder. Ziezo, voor vandaag is het wel geweest. Met uw welnemen, zet er morgen de les voor.
Graaf Diederik stuurt me. Of u beiden even mee wilt gaan. Waarheen? Er bevindt zich een gevangen in de kerker. Die beweert dat hij een vriend is van uw overleden vader. Graaf Diederik gelooft hem niet. En zou graag willen weten of een van u beiden hem kent. Goed. Kom mee, Sandra. Hier is de kerel opgesloten. Om jullie te helpen. Graaf Diederik heeft jullie laten opsluiten. Ik geloof u niet. Waarom zou Diederik dat doen? Graaf Diederik wil hertog worden. En jij en je zusje staan hem daarbij in de weg. Pas op, Wilfred. Hij liegt. Wie bent u? En waarom helpt u ons? Jullie vader heeft me eens het leven gered. En dat wil ik nu vergelden. Ik heet John. We gaan mee. Vlug dan, we hebben geen tijd te verliezen. Kom. Geen andere uitweg. Nee, dit is de enige doorgang. Vergaat het niet. Pak die bal. Hey!
Daar, vlug, op dat vlot. Gaan ze! Op de rivier! Terug! Paarden halen! Hoe is het mogelijk dat ze ontsnapt zijn? Vertel op, hoe kan dat? Ze hebben hulp van buitenaf gehad. Hulp van wie? Ik weet het niet, maar het is een geduchte vechtersbaas. Ze moeten teruggevonden worden, anders kom ik in plaats van op de hertogstroom in de kerker terecht. Geen angst, er zijn 100 ruiters geweest die de steek zullen uitkomen. Ze kunnen niet ontsnappen. Ga dan, maar denk erom, geen fouten meer. Mijn sokken die zitten vol gaten, dat is helemaal niet lief. Wie daar? Doe open, Jacob. Ik ben het, Joan. Joan? Ogenblikje. Ik doe zo open. Waar kom jij vandaan? En wie heb je bij je? Dit is Jonker Wilfred. En dat is zijn zusje, Sandra. Wat vertel je me nou? Welkom, kinderen. Sandra, neem jij dat trucje. Maar vertel eens gewoon wat er aan de hand is. We hebben honger, Jacob. Och, John, hoe kon ik dat vergeten? Een ogenblikje, Sandra. Zo. Wacht, wacht. Zo, en laat het jullie maar smaken. Maar, vertel eens vlug, wat is er gebeurd? Ik brand van nieuwsgierigheid. Ik had gelijk. Mijn voorgevoel is uitgekomen, Jacob. Diederik wil zelf hertog worden. Alles was gereed om die kinderen te laten verdwijnen. Oh, zo'n schurk. En dan wat nu? Ik weet het ook niet. Hebben jullie soms familie? Gravin Elisa van Rockwood is een tante van ons. Ja. Dat is goed nieuws. Zij zal ons helpen. We moeten er direct naartoe. Want Diederik zal niet rusten voor hij jullie weer te pakken heeft. Maar Rockwood, dat is 2 dagreizen van hier. Ik weet het. Kun jij soms voor paarden zorgen? Ja. Ja, de molenaar, die heeft er 2. Dat is goed. Sandra kan bij mij met paard. Oh goed, dan zorg ik morgen direct voor paarden, hè. Het is moeder Jacob. Ziezo, de paarden zijn gereed. Ik heb ze verderop in het bos verborgen. Je kunt nooit weten. Te laat, daar zitten soldaten. Goed zo, John. Ze vluchten. Vlug! Verspreiden! Uit elkaar! Boogschutters, neem die hut onder vuur! Vooruit! Schieten! Thank you.
Er zitten maar twee boogschutten in de hut. Gebruik vuurpijlen, rook ze uit. Nu moeten ze wel naar buiten komen. Of gebraden worden. Let goed op, mannen. Kijk uit. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Schiet op, Wilfried. We worden hier gebraden. Wat is er? Een wachtpost. Ja, waar? Blijven jullie hier. Dan zal ik hem onschadelijk maken. Prima. Hé daar, halt. Waarheen gaat gij, broeder? Ik wandel door Gods schone natuur, mijn vriend. En wat doet gij? Ik sta wacht. Zo. En waarover waakt gij? Over de blommekes? Dienst gij. Oh. Dat mag ik niet vertellen. Ja. Is daar boven iets te zien? Zeker, mijn zoon. Ik kijk naar de sterren. Sterren? Overdag? Ja, kijk maar eens goed. Ik zie toch geen enkele ster? Zo. Als je nog geen ster hebt gezien, dan weet ik het niet meer. Dat is goed werk, Jacob. Nou, kom op, vooruit. We zijn er, hè? Zeg, John, in deze zak zit voedsel voor onderweg. Oh, prachtig, zeg.
Nou, goede reis. Bedankt en het beste. Wees voorzichtig, hè. En tot ziens. Ah, vriendje. En nou heb ik je te pakken. Vooruit. Kom mee. Naar huis! Hey, bloedhond! Maak dat je wegkomt! Allee, maak dat je wegkomt. Hup, vooruit, ga naar huis. Lummel. Hup, schiet op. Sst, brave hond. Zo, ja. Wat een grote, brave hond. Maak dat je wegkomt. Weg, weg, weg. Sst. Ga naar huis, lummel. Sst. Kijk eens wat hij krijgt. Lekker. Heerlijk. Lekker worstie, hè? Kom. Ja, kom. Kom. Pak aan, ja. Dag. We worden gek houden, hè? Fruit, naar het gevangen. Soldaat Hermanus meldt zich met een gevangene. Zo, en wat heeft hij op zijn geweten? Hij heeft Wilfred en Sandra laten ontsnappen. Zo, dat is interessant. Soldaat, laat ons alleen. En wacht buiten op mijn orders.
Dus jij weet waar de kinderen zijn. Vooruit, kerel. Tel op. Jij weigert te spreken. Dat zal je niet lukken, kerel. Van de waarheid. Hoor je niet goed? Spreken is zilver en zwijgen is goud. Voor de laatste maal, waar zijn die kinderen? Vertel op! Jij weigert te spreken. Soldaat! Breng deze man naar de kerker en laat de bult zijn instrumenten klaarmaken. Hé, hey, soldaat! Huh? Soldaat! Kom maar wat gezelschap houden. Kom. Ja, toe, echt gezellig. Wees er niet zo flauw. Weet je, soldaat, ik ben ook bang hier alleen in dat donkere, vuile hok. Maar dat gaat niet. Waarom niet? Dienst. Is dienst. Och, soldaat. Soldaat! Luister eens. Huh? Luister eens. Dan dobbelen we een partijtje samen. Goed? Ja. Maar, ik heb geen dobbelstenen. Dat geeft niet. Dan doen we met een munt. Met een munt? Met een munt. Hoe gaat dat? Heb je een munt? Nee. Doe nou, je hebt wel een munt. Nee. Geef me een munt, dan leer ik het je. Je krijgt hem terug hoor, vast en zeker. Als kop boven ligt, heb ik gewonnen. En als munt boven ligt, heb jij verloren. Duidelijk? Ja. Nee. Nee? Kijk. Kop boven, ik gewonnen. Munt boven, jij verloren. Begrijp je? Ja. Nou, daar gaat hij dan. Ja. Munt, heb jij verloren. Betalen. Betalen. Kop, ik gewonnen. Betalen, manneke, betalen. Nou nog eens, hè? Nee, ik doe het niet meer. Och, waarom niet? Ik heb niks meer. Nou, en dat zwaard dan? Dat nooit. Och, doe nou. Hé, hey, dat is van... De beulenwacht. Vooruit. Oh. Oh, mijn hart. Oh. Oh, mijn hart. Ah. 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 Ah.
we nog ver, John? Oh, we hebben snel gereden. Morgenmiddag zullen we er wel zijn. Zouden de soldaten ons spoor niet volgen? Daar ben ik niet bang voor. We hebben hele stukken door de rivier gereden. Daar zullen ze ons spoor wel kwijtgeraakt zijn. Ik maak me meer zorgen om die grotmensen. Grotmensen? Wie zijn dat nu weer? Ze leven in grotten. Het schijnt dat ze het zonlicht niet kunnen verdragen. Als ze naar buiten komen, zijn ze van top tot teen in het zwart gekleed. Zelfs hun gezichten zijn bedekt. Zodat er nergens een zonnestraal op hun kan vallen. Reizigers die door hen gevangen worden genomen, zijn verplicht hun hele leven lang in hun ertsmijnen te werken. Kunnen we niet om hun gebied heen trekken? Nee, dat gaat niet. Links en rechts liggen enorme moerassen. Daar komt niemand levend door. De enige weg naar Rockwood leidt door het land van de grotmannen. Maak jullie je nou maar niet ongerust. Ze komen nooit buiten de grotten. En wij zijn trouwens te paard. Laat ons maar eens inhalen. Hé, vooruit Wildfried, eet nu door, want we moeten gaan slapen. Morgen hebben we weer een zware dag. Dan krijgen ze jou wel klein, kereltje. Vlug, Wilfried! Vlug! Voort, breng hem in de ertsmijnen.
Ze hebben John te pakken. We laten de paarden hier achter en kijken waar ze hem heen brengen. Bartje, hier bewaker, we hebben een nieuwe slaap voor je. Aha, ziet er nogal goed uit. En ik kom net nog een mannetje tekort. Aan de molen. Halt. Maken jullie kennis met de karwats? Allee, hup, schip! Allee! Hup, schip, vooruit jullie! Let op, een ingang, daar, kom mee! Hebben. Wie denkt dat? Orders van de meester. Ik denk er niet aan. We moeten echt molen en draaien blijven. Dan zeker niet maar stil. Vooruit, gehoorzaam. Oh, jullie hebben nog altijd wat anders. Wie ben jij? Ik ben Lambert. En jij? Ik? Ik heet John. Hmm. Hoe kom jij hier? Gevangen genomen. 15 jaar geleden. Wat? 15 jaar? En ja. En ik zal hier mijn hele verdere leven wel moeten blijven ook. Uit deze grot is nog nooit iemand kunnen ontsnappen.
Wilfred, Sandra. Ik wist dat jullie me niet in de steek zouden laten. Vlug, die bewaker die daar slaapt, hij heeft de sleutel van onze boeien. Op wacht staan. Goed zo, Sandra. Oh. Vooruit, Bullebak. Kom eruit. Vooruit. Geef op die sleutels. En vlug. Ja. En nu die hoek in. Vooruit. Die hoek in. Draai om. Blijf dood stilstaan, anders prik ik een gaatje in je rug. En denk erom dat ik achter je blijf staan. Niet prikken, alsjeblieft. Zorg dat je je niet beweegt. Nee. Hou je gemak. Halt. Laat dat slot met rust. Geef hier die sleutel, anders zal hij ervoor boeten. Geef hem zijn zin maar. Wat nu? We moeten de anderen helpen. Laat dat maar aan mij over. Jullie moeten zo snel mogelijk vluchten. Ik denk er niet aan. We helpen je. Nee, ik zou meer last dan voordeel van jullie hebben. Met z'n vieren hebben we geen kans. Soldaten die kennen mij en die zullen niets merken.
Ik doe of ik naar een andere werkplaats ga. En doe deze handboeien om. Goed dan. Veel geluk. Kom mee, jongens. Hela, juffie, luister nu toch eens. Mag ik nou uit die hoek hier? Nee, nee, niet stinken. Ik zal braaf zijn. Echt waar, alsjeblieft. Heb je ze nu eindelijk te pakken? Nee, ze zijn weer ontsnapt. Hoe is dat nu mogelijk? Ben ik dan omgeven door sukkels? We hebben ons uiterste best gedaan. Maar er is meer. De spion heeft gemeld dat ze op weg zijn naar Rockwood. Naar Rockwood? Duivels nog een toe. Naar gravin Elisa. Als ze haar bereiken, zijn we verloren. We hebben onze soldaten nog. Elisa's troepen zijn veel groter dan een aantal. Daar kunnen we nooit tegenop. We hebben een spion op Rockwood. Ja, Bertram de rentmeester. Laat hem beletten dat de kinderen de gravin bereiken. Dat is een kans. Zijn direct een postduif. Er is een duif binnengekomen met een bericht van graaf Diederik. Geef hier. Er is werk voor je. Er zijn drie mensen op weg hier naartoe. Een man en twee kinderen. En jij moet ervoor zorgen dat ze het kasteel nooit bereiken. Op welke manier? Doet er niet toe. Als je maar zorgt dat ze hier nooit aankomen. U kunt op me rekenen. Ik heb honger. Is alles gereed gemaakt voor mijn reis naar het kasteel van graaf Diederik? Alles is verzorgd. Maar zou u deze gevaarlijke reis wel ondernemen? Er is geen gevaar bij. Mijn geleide bestaat uit vertrouwde mannen. Ik moet erachter komen wat graaf Diederik in zijn schild voert. Vertrouwt u hem dan niet? Nee. Ik vertrek nu. Jij zorgt dat hier alles goed verloopt. Vooruit, laat horen. Bertrand, de rentmeester van Rockwood, heeft me gestuurd. Moest je beletten het kasteel te bereiken. Waarom? Weet ik niet. Opdracht van graaf Diederik. Bertrand is een spion van hem. Kijk eens aan. Diederik heeft overal zijn mannetjes. Hé, hoe wist Bertrand eigenlijk dat wij onderweg waren? Duif bracht het bericht. Mag ik nu vrij? Denk erom, dat als je naar Bertrand teruggaat, zal ik hem zeggen dat je hem verraden hebt. Ik mag dat ik het land uitkom.
Als Bert dan erachter komt wat ik gedaan heb, is mijn leven geen cent meer waard? Dat was een goed idee van je, Sandra. Maar luister, ik ga alleen naar het kasteel. Vraag de gravin te spreken en vertel haar dan alles. Jullie blijven hier op wacht bij de paarden, begrepen? Prima. Koerier, het bericht voor de gravin. Laat hem binnenkomen. Binnenkomen, koerier. Welk bericht brengt ge? Ik wens een onderhoud met de gravin. Niet met u. De gravin is er niet. Ze is naar het kasteel van graaf Diederik. Ik vervang haar. U kunt mij dus het bericht toevertrouwen. Zeg haar dat haar rentmeester een verrader is. En in dienst staat van graaf Diederik. Wie zijt gij? Ik ben de man die gij vanmorgen hebt willen laten doden. Maar uw knecht heeft gefaald. Maar ik zal niet falen. Huh? Soldaat. Zorg dat die kerel onschadelijk wordt gemaakt. De paard. Gravin Elisa is in gevaar. We moeten haar helpen. Kinderen zijn op weg hierheen. Des te beter. Dan grijpen we hen samen met de gravin. Nee, eerst moeten we Elisa hebben. Vooruit, ga met je ruiters op weg. Dus de gravin wordt gevangen gehouden op het kasteel. Ja. We moeten haar helpen. Ja. We dringen het kasteel binnen en bevrijden haar. Wij? En wie nog meer? Nou. Wij met z'n vieren. Zo? Waarom niet, hè? Eens moeten we toch sterven, hè? Waarom dan vandaag niet? Ach, schei uit met die onzin, Jacob. Vertel me liever hoe we ongezien in het kasteel komen. John, door de gewelven. Ja, dat is het. Dat is het beste. Je hebt gelijk. Kom op, mannen, we gaan erop af. Kom op. Dus je weet het, Rosa. Worden we aangehouden, dan lach en knipoog je maar eens vriendelijk tegen de soldaten, hè. En dan laten ze je wel door, hè. Tegen een vreemde man knipogen? Ja, ja. Oh, als mijn moeder dat hoort, dat is zeker wel zonde, hè. Kind, dat is je bij voorbaat vergeven, hè. Maar het is voor een goed doel, hè.
Voor een goed doel? Dus dan mag je wel zondigen? Nee. Of, nou ja... Martin, praat toch niet zoveel? Allee, schiet op! Vooruit jullie! Duik in de stoel! Ja. Zo, hopla, broeder Jacob. En nu... Wees voorzichtig, hoor. Zo, vooruit. Weg jullie, weg, weg! Reis naartoe, jongvrouwen. En wat heb je op je wagen geladen? Ik breng de lading stro naar het kasteel, heer officier. Zo, zo. En hoe heet jij, lief kind? Ik heet Rosa. Mag ik nog gaan? Even de wagen nakijken. Stil, je verraadt ons. Hij stak me in mijn wips. In orde. Je kunt gaan. Kom jongen, opschieten. Ellendige kerel, als ik die te pakken krijg. Oh. Zit niet te zaniken, Jacob. Oh, dat zal wel. Jij hebt makkelijk praten. Jij voelt niks. Oh, verschrikkelijk. Oh. Klaar? Rosa, bedankt, hè. Kom op, jullie. Wat heeft dit alles te betekenen? Waarom is mijn geleide overvallen en als gevangen naar dit kasteel gebracht? Wat hoor ik, Arnold? Ik heb de gravin enkel geëscorteerd, zoals een hoog en gewaardeerde gast toekomt. Met het blanke zwaard in de rug. Hiervoor zul je boeten, Diederik. Zwijg, je vergeet dat je in mijn macht bent. Nu toon je je ware aard. Dus toch, ik ben jouw gevangene. Zo is het. Maar tegen zekere voorwaarden... kun je je vrijheid terugkrijgen. En welke zijn die voorwaarden? Je doet afstand van je bezittingen ten gunste van mij. Zo, en is dat alles? Juist. En jij ziet mij voor zo dom aan om dat te doen. Je hebt niet veel keus. Mijn kerkers zijn diep. Dat zul je niet durven. Mijn soldaten zullen komen om mij te bevrijden. De andere edelen zullen helpen. Je zult vernietigd worden. Arnold, heb je dat gehoord? Gravin Elisa is verdwenen met haar geleide. Waarschijnlijk zijn ze omgekomen in de moerassen en verdronken. Als de soldaten komen, dan geef je ze alle hulp. Je helpt zelf zoeken. Dat zal je niet lukken. Nee, en waarom niet? Geen mens weet dat je hier geweest bent. Je bent een schurk. En als ik doe wat je zegt,
Wat gebeurt er dan met de kinderen? Die kun je meenemen. Ik wil bedenktijd. Goed. Ik geef je een uur. Kom, kom. Kom. Hé. Kom. Uw tijd is om. Wat heeft u besloten? Heb ik uw woord dat wij alle in vrijheid kunnen gaan? Mijn woord als edelman. Het woord van een bedrieger. Wie ben jij? Hoe kom jij hier binnen? Wat doet dat ertoe? Ik kom je zeggen dat je hier moet verdwijnen. Denk jij dat je me de wet kunt stellen in mijn eigen kasteel? Jouw kasteel? Sinds wanneer? Sinds Sandra en Wilfred verdwenen zijn. Die zijn niet verdwenen. Kijk maar. Je spel is uit, Diederik. Geef je over. Jij durft, kerel. Eén teken van mij en mijn soldaten jagen jullie over de kling. Dat klopt. Maar voor ze hier zijn, heb ik je te pakken. Ik wil je een voorstel doen. Een duel tussen ons tweeën. De winnaar krijgt het kasteel en de verliezer mag vrij vertrekken. Nou? In orde. Ik neem je voorstel aan. Maar Arnold zal voor mij vechten. Goed. Maar waar is hij? Hier zo. Hier is hij al. Kant en klaar om jouw kleuren te verdedigen, Diederik. Ik heb alles gehoord. Ik zal die snoever wel eens een lesje geven. Vang! Geef me gewonnen. Heb je het gehoord, Diederik? Arnold geeft zich gewonnen. Je zult dus van hier moeten verdwijnen. Om! Ja, daar moet je zijn. Kom mee. Oh, laat me los. Nee. Oh. Op jullie. Bijna op het gevecht. En doe weg. Blijf staan jij. Anders zal zij het bezuren. Jullie dachten mij te pakken te krijgen. Dus dan zien jullie alweer. Wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, goed zo. Alarm, met de wapen. Moet je hebben. Gaat de keel, mannen!
Netjes. Maar met mij zijn jullie nog niet klaar. Vrienden, allereerst wil ik een heildronk uitbrengen op de goede afloop van dit avontuur. Ik heb nog een paar aankondigingen. De Raad van Edelen heeft mij opgedragen om allereerst John te bedanken voor zijn dapper optreden. Dankzij hem en natuurlijk de goede hulp van broeder Jacob zijn de plannen van Diederik verhinderd. Graaf Diederik en Arnold worden voor de rest van hun leven verbannen uit het land. Dat is goed werk. Voor broeder Jacob is er ook goed nieuws. Hij gaat met mij mee naar Rockwood en wordt mijn nieuwe rentmeester in plaats van die verraderlijke Bertrand. Bevalt u dat niet? Wat zal ik daarop zeggen? Het is een grote eer voor mij. Te groot. Ik ben gewend aan dat vrije leven in de bossen. Ik ben bang dat ik dat zal missen. Zo? Nou ja, het was maar een voorstel. Laten we het dan maar vergeten. Het is ook geen leven voor u. Zo'n rentmeester heeft maar een saai bestaan. Ja. Toezicht houden op de keuken, spijzen keuren, wildbraad, gebak en wijnen proeven. Wat? Allemaal vervelende werkjes. Niets voor een natuurliefhebber. Wat zegt u daar? Spijzenkeuren? Wijnen proeven? Ja, vreselijk vervelend werk. Ja, ziet u, de mens leeft niet alleen voor zijn plezier. Nee, van tijd tot tijd moet je zo'n offertje brengen. En daarom zal ik wel wijnproever, rentmeester worden. Nee. Nou, ik ga maar met u mee. Op de nieuwe rentmeester van Rockwood. En dat die nog lang mogen proeven.